dit is onze Candy Crush. Dit is een shake. En eigenlijk niet zomaar een shake. Maar een shake met heel veel opties. Je kan het eigenlijk vergelijken met een luxe auto. Je hebt zeg maar een beetje de standaard auto, dus de standaard shake of smoothie. En wij hadden zoiets van, hoe kunnen we die shakes of die smoothies zo'n boost geven, dat ze eigenlijk iets speciaals worden of dat ze net wat anders worden dan dat je gewend bent. En toen zijn we eigenlijk via een Amerikaans social media kanaal een soortgelijk product hebben we daar gezien. En toen hebben we onze eigen draai daar aangegeven en zodoende is de Candy Crush ontstaan. Wij proberen altijd zo goed mogelijk buiten de kaders te denken. En dan zo betrappen we onszelf erop dat we altijd wel iets tegenkomen waarvan we denken van hé, dat is gewoon echt iets voor ons.